Beneden stad. En die stad ontwikkelt zich dan in een Romeinse stad, in een christelijke stad. In het Nieuw Testament staat erin dat Paulus in Ptolemaïus, dat was dan Acco, dat een andere naam gekregen, aankwam. En die stad wordt een christelijke stad. Waarschijnlijk waar de moskee staat, stond een belangrijke kerk. En het is in de 7e eeuw dat we de Arabische inval krijgen. Okay, we hebben dat gezien in Jeruzalem, de kalif Omar die komt. En dat wordt gewoon een Arabische stad. En het is deze Arabische stad die zich ontwikkelt, die in de 11e eeuw door de kruisvaders wordt ingenomen. En we gaan beneden zien dat op een bepaald moment Acco zo belangrijk werd, omdat ze Jeruzalem verloren waren. En Acco wordt eigenlijk de hoofdstad van die kruisvaders hier in het Heilige Land. Dan heb ik een sprong gemaakt, want die kruisvaders zijn hier maar tot eind 13e eeuw. Dan is er een periode dat er niks is. En dan komt opeens die El-Jazar. El-Jazar is al te situeren in het Turkse Rijk, in het Ottomaanse Rijk. Die komt hier in 1775 en die bouwt hier zijn burcht. Ik ga jullie proberen uit te leggen dat dat niet zomaar was. Je had hele goede redenen waarom hier. Hij bouwde ook een moskee in 1781. Een van de belangrijkste moskeeën in Israël, want daar zijn een aantal haren van de profeet Mohammed bewaard. En moesten we nu eigenlijk die oude stad van vandaag, hoe dat die eruit ziet, is de stad van El-Jazar. Hé, Berkine. Hij is een heel vriend. Hé, Berkine. Ga ze aan het laat, Garotje, een keer het heen. אני אמרתי לפסקל חד, אם נשתתף איתם. כן? בדצמבר חלש. אני יכולה להגיד שאת ארמנית? בהחלט. מה אני? אז אני נוחין ארמנית, אבל זה יפה. די אודה סטאט פוונדה, סטאט פן אל-ג'זאר, מושי די קונן אופרולן. דארונדר אפי דרסטה פן הולידה בווארדה קרויספיידר סטאט. En dat is wat ik met jullie ga doen. We gaan in die kruisvaderstad. We gaan kijken hoe die kruisvaders hier gekomen zijn. Enzovoort. Die stenen. Herinner je nog de magazijnen in Masada? Bouwlingstenen? Nee. Ja, dat voelt er wel. Nee, dit zijn stenen van zo'n grote katapultentribuche. En dat dateert waarschijnlijk uit de eind 13e eeuw. Voor mijn Acco aanvult. En we gaan binnen en we gaan kijken wat er te zien is. Dit is in de tijd van die kruisvaarders. Ik heb jullie al zo hier en daar wat verteld over. Wat vindt van herinneren jullie nog? En die eerste kruistocht is overlangs. We gaan via de Turkije vandaag naar Syrië daarop af. Acco was niet zo belangrijk, ze gaan naar Jeruzalem. En nadat ze Jeruzalem hadden ingenomen in 1091, zien we dat Godfried ergens bij een Arabische sultan lekker had eten. Belgen houden wel maar lekker tafelen. En de volgende dag lag hij met zijn pootjes in de lucht. Oh. Zijn broer Boudewijn werd dan geroepen uit Edessa. En Boudewijn komt aan de macht. En het is Boudewijn die in 1102 hier komt om die stad in te nemen. Die stad is een schiereiland. En Boudewijn doet een aanval van in het noorden, maar bij nummertje 10 daar. En wat zien we? Boudewijn kon die stad maar niet innemen. En waarom? Acco was eigenlijk een versterkte stad door de zee. En Acco moest je eigenlijk benaderen van de zee. Die kruisvaders hadden geen boten op dat moment. Maar wel zijn er andere mensen hier in de buurt. En dat zijn Italiaanse handelaars. Zoals de mensen van Venetië, de Genuezen, dat waren echt die handelsstaten. En die hadden natuurlijk een enorme vloot. En die zeiden van, kijk, wij kunnen jullie helpen om de stad in te nemen, maar business is business. Wij willen een deel in de stad, een deel rond de stad. Een eigen rechtssysteem enzovoort. En zo werd dat getekend. De Genuezen in 1104 helpen de stad innemen. En ze krijgen ook een eigen buurt. En tot op vandaag de dag heb je hier het Genoa Square. Zie je? Buurt van de Genuezen. Je moet je voorstellen, het was een onafhankelijk staatje van Genua in die stad. Enkele jaren later helpen de Venetianen om Tyrus in te nemen. Echt vandaag in Libanon. En ze eisten ook een plaatsje hier in Acco. En hier zaten de Venetianen, Venice Square. Ook de Pisanen gaan we nog tegenkomen.
Het wil zeggen dat Acco eigenlijk een mozaïek was van onafhankelijke Italiaanse stadstaatjes. Kunnen jullie de geschiedenis kennen, maar die Italianen waren niet de beste vrienden, waren concurrenten. En dat gaan we ook nog verder horen op de rondleiding. Hè. En dan, wij zitten, ik ben met jullie eigenlijk langs hier gekomen. Hè. In plaats van langs hier ben ik langs achter gekomen, langs de burcht. Wij zitten hier in die burcht. En we gaan zien dat ook in de tijd van de kruisvaders hier een groep mensen zat die helemaal geen verplichtingen had aan de kruisvaderkoning. De kruisvaderkoning had hier zijn paleis. Hier zat een groep van mensen, ik heb al de naam horen vallen. We gaan direct beneden zien wie dat was. Hè. En ik ga met jullie zo, ik kom dan terug eruit. Dan gaan we door de markt, dan kijken of we de moskee even binnen kunnen. En dan gaan we zo verder tot we uiteindelijk hier uitkomen. Mm-hmm. Het is allemaal niet zo groot, hè. Mijn vraag, wat jullie hier zien, de onderste lagen is uit de tijd van de kruisvaarders, die grote stenen, lokale zandsteen. En daarboven hebben de Turken, zo'n 400-500 jaar erna, gewoon gebouwd op de resten van de kruisvaarders. Je zoekt eigenlijk voor een soort leger, een wacht, die de mensen beschermt. Men noemt dat eigenlijk een soort leger van de kerk. En dat is het ontstaan van de militaire orden. Ja, en zo'n orde die zeer bekend is, die had zijn plaats op de Tempelberg, in de Tempeliers. In de orde van de Tempeliers. En hier zat eigenlijk een orde van mensen die, ze gaven niet alleen bescherming aan de pelgrims. Ze hadden ook in Jeruzalem, bij de Heilige Grafkerk, hadden ze een groot hospice. Een plaats waar pelgrims konden overnachten. En ze gaven ook ziekenzorg als er iemand ziek was. En dat zijn de Johanniters of de hospitaalridders. En heel vaak... De heilige Johannes was een patroon. Ik weet dat van in België een ziekenhuis is, het Sint-Jans Hospitaal. Je moet je voorstellen dat die mensen eigenlijk allemaal in Jeruzalem een hoofdkwartier hadden. Ik heb jullie vermeld op deze reis de horens van Hattin bij het meer, waar dat die kruisvaarders tegen Saladin streden en in hun malienkolders geroosterd werden. Ik herhaal een beetje de woorden, omdat je misschien zou herinneren. Daar zijn ze dus eigenlijk aan het einde gekomen, die kruisvaarders. Saladin had ze veroverd. Maar Saladin was een mild man. Die kruisvaarders bleven hier nog. Maar wat ze eigenlijk niet terug konden innemen was Jeruzalem. Jeruzalem bleef in handen van Saladin. En we zien dat in 1191 komen ze opnieuw van Europa massaal af. En degene die de leiding was, was Richard de Leeuwenhart. Zegt jullie die naam? Richard Coeur de Lion, Richard de Lionheart, die komt hier. En in 1191 verovert hij Acco. Wat hij niet kon innemen was Jeruzalem. Dat wil zeggen dat al die militaire orden die kunnen verder, maar die, hun hoofdkwartier wordt hier in Acco. En eigenlijk van 1191 tot de val van Acco in 1291, dat is exact 100 jaar, wordt Acco de hoofdstad. En... hier zitten we echt in het, ja, het grote zeg dat, compound. Ik gids hier altijd in het Engels en in het Hebreeuws. Dus dan is het Nederlands opeens wat vreemd. Grote woonkwartieren van die Johanniters. Wij zitten op de onderste niveaus. Hierboven waren nog 2 tot 4 verdiepingen. En iemand vroeg mij, ja, is dat authentiek? Dat is nog echt kruisvaarder, hè? Hoe jullie dat zien. Hierboven ons heb je die burcht van El Jazar. Weet je nog? We zijn daar begonnen, hè? Die grote burcht. Ik heb jullie verteld, in de tijd van de Engelsen was dat de gevangenis. Wij staan hieronder de plaats, de oostelijke vleugel, waar de Joodse gevangenen zaten. Wat dat kan wel in even zo. Die mensen zochten een weg uit de gevangenis, want... Nu dat helemaal...